Hallo iedereen, vandaag gaan we een van de 7 Gifts of Christmas maken. En het is dit doosje dat we vandaag gaan maken. Ik zal het even laten zien. De benodigdheden, die hebben jullie normaal al op een lijstje gekregen. En ik zal telkens zeggen welk designpapier je nodig hebt. Het doosje gaat op deze manier open. Dus het deksel schuift er deze keer in. Voilà, dan gaan we starten. Ik begin met het design, met de kaartstok van 25,5 op 25,5 centimeter. Die gaan we rullen. Ik heb geen rulmesje, dus ik gebruik gewoon een vouwbeen. We gaan die rullen op 8,5. Dus 8,5 en 17. We draaien en we rullen terug op 8,5. En opnieuw op 17. Die gaat al even opzij. Ga je al eens eventjes zachtjes vouwen. Zo. Van dit stuk kaartstok ga ik deze twee lijnen al insnijden. Snijd het hierin. En hier. Krijg je zo'n flapje ertussen. En dat doen we aan deze kant ook. Zo. En dan heb je aan de twee kanten een flapje. Deze stukken moeten er niet helemaal af. Dus als je hier de rullijn hebt, even zo wijzen, hier, dan ga ik er ongeveer een centimeter naast snijden. En dat flapje kunnen we dan gebruiken om het doosje samen te kleven. Dus je hebt de rullijn en ongeveer een centimeter ernaast. Snijd ik het af. Dat doe ik ook aan deze kant. Je hebt de rullijn en ongeveer een centimeter ernaast. Je kan dat nameten, maar dat moet niet echt, omdat je die flapjes toch niet ziet. Aan de andere kant ook. Je hebt de rullijn en ongeveer een centimeter ernaast wegsnijden. En het laatste stukje ook. Zo. Dan neem ik mijn tape. Oh, voor ik het vergeet, eerst de hoekjes een beetje insnijden. Dus deze knippen we eraf. Allemaal, alle flapjes natuurlijk. Zo. En dan kan de tape erop. Ik gebruik zelf smalle, je kan kiezen om bredere tape te gebruiken natuurlijk.
En nu kan het doosje dichtgevouwen worden. Dus deze flapjes komen zo aan de achterkant. Nog wel één zijde. En de hoekjes kan je netjes. Dat is het onderste doosje. Nu heb je vier stukjes kaartstok van 8,2 op 8,2 centimeter. En die snijden we, die kleven we hier op alle zijkanten. We halen de tape eraf. En die kan er hier al op. Zo. Op de onderkant kleef ik er bij het onderste doosje geen, omdat je dat toch niet ziet. Je kan er natuurlijk voor kiezen om dat wel te doen. Dat zijn er al drie. En dan de laatste nog. Dat is al klaar. Ik heb op twee kanten een pocket gemaakt om tags in te stoppen. Dat hoef je natuurlijk niet te doen, maar dat kan je wel. Voor die pockets heb ik loonzakjes gebruikt van 8,5 cm op 12,5 cm. Deze heb ik afgesneden. Op 4 centimeter. Zo. Want het zijn de kleine stukjes die je nodig hebt. Ik doe er weer tape op. Ga kijken voor een bredere. Voilà. Als je liever aan elke kant een pocket hebt, kan je er gewoon vier maken. Als je er maar één wil, maak je er één. Dat kan je allemaal zelf kiezen. Ben ik weer. Er was eventjes iets misgegaan, dus ik ga nu even uitleggen wat ik nog heb gedaan ondertussen. Het is niet zoveel. De stukjes van het zakje die we hebben afgesneden, die heb ik zo opgekleefd op het kaartstok aan die twee kanten. Dus hier kleeft er eentje. En het designpapier heb ik er nadien ingekleefd. Dat zorgt ervoor, als je een label erin gaat stoppen, dat dat er beter inschuift. Dus dat heb ik ondertussen nog gedaan. Ik heb al vier labels genomen, omdat ze normaal te groot zijn, de labels. Ze komen hier een beetje over
heb ik ze afgesneden. Normaal zijn ze 4 cm op 8 cm en ik heb ze afgesneden zodat ze 6,5 cm zijn. En op deze manier passen ze er mooi in. Voilà. Ik heb hier nog 2 stukjes kaartstok. Deze zijn 3,5 cm op 8,2 cm. En die ga ik hier op de pocket kleven. Dat ga ik ook weer op beide pockets doen. Zodat de twee kanten er net hetzelfde uitzien. Dus eentje aan deze kant. Voilà. En eentje aan de andere kant. Die komt hier. Ik heb ook 2 stukjes designpapier. Deze stukjes zijn 3 cm op 7,6 cm. En die kunnen we er zo opkleven. Dus die komt hier al. Zoals je ziet is die even breed als het designpapier bovenaan. Dus die lijn kan je mooi laten doorlopen. En ook aan deze kant. Komt er eentje. Zo. Ons onderste doosje is klaar. Straks ga ik nog een kantje toevoegen. Hier. En ook aan de andere zijde kan ik hier nog een printje toevoegen. Nog wat andere embellishments om het echt af te werken. Dat is het onderste doosje. Dan neem ik het andere stukje kaartstok. Dit is het stuk van 24,6 op 24,6 centimeter. Dat ga ik opnieuw rillen. En dit ril ik op 8,2. Dus 8,2 centimeter. En op 16,4 centimeter. Aan de andere kant ook weer 8,2. En 16,4. Ga die weer zachtjes al vouwen. En die gaan we op dezelfde manier snijden als het andere doosje. Dus we beginnen met deze 2 rillijnen in te snijden. En ook aan de andere kant. Dan hebben we weer die flapjes. Deze 2 rillijnen gaan we telkens een centimeter ongeveer ernaast snijden. Dus we hebben hier de rillijn, weer ongeveer een centimeter ernaast. Hier de rillijn, centimeter ernaast. En aan de andere zijde net hetzelfde. Opnieuw de hoekjes.
inknippen. Zorg toch altijd voor een mooiere afwerking als die hoekjes een klein beetje ingeknipt zijn. Geen stukjes vergeten, dus ook aan deze kant. Voor we het doosje in elkaar gaan zetten, gaan we eerst het middelste vlak al bekleden. Als we eerst het doosje in elkaar zouden zetten, zou dat ervoor zorgen dat het moeilijker is om het lintje aan de bovenkant nog te bevestigen. Dus we gaan dat eerst bekleden en het lintje bevestigen. Je gebruikt een stukje kaartstok van 7,9 op 7,9 centimeter. Dat komt er al in het midden op. Zo. En een stukje designpapier van 7,5 op 7,5 centimeter. En die komt daar bovenop. Ik heb een leuke doily van Crealis uitgesneden, die ik hier in het midden ga kleven. Eventjes wat lijm op de achterkant. Met een lijmpen is dat heel snel gebeurd. En dan kan die erop gekleefd worden. Iets erop, zodat het goed glad komt. Het handige aan een doily is dat je ook meteen het midden ziet. Het midden heb je nodig om het lintje in te stoppen. En dat zie je nu meteen met die doily daarop te kleven. Als je een Big Bite hebt, kan je gemakkelijk die gebruiken om dat gaatje te maken. Ik ga eens kijken met mijn gaatjestang of ik er raak in het midden. Ik betwijfel het. Nee, je ziet, ik raak er net niet. Ga ik het op een andere manier doen. Ik ga eerst gewoon met een prikpen het gaatje prikken. Hier kan ik natuurlijk nog geen lintje doorsteken, het is te smal. Dan ga ik even mijn pincet erdoor halen om het graatje wat groter te maken. Zoals ik daarnet al zei, met een Big Bite kan je die gemakkelijk gebruiken om het gaatje te maken. Zo, nu is mijn gaatje groot genoeg. Een stukje lint afknippen. En dan hier erdoor stoppen. Kijken of het mij van de eerste keer lukt. Ja. Je kijkt zelf hoe lang dat je dat lintje wil houden. Het hoeft niet te lang te zijn. Het is gewoon om eraan te kunnen trekken om het doosje eruit te halen. En aan de achterkant maak je een dubbele knoop. Zodat dat er niet terug door kan. Zo, dat is klaar. En hier knip ik de uiteindes nog af. Nu kan ik weer tape doen op die randjes. Zodat we het doosje in elkaar kunnen kleven.
Als je liever nu al kaartstok en het designpapier op deze vlakken kleeft, kan je dat uiteraard ook al doen. Ik doe het liever nadien om zeker te zijn dat mijn tekening in de juiste richting gaat. Dus weer de tape eraf. En de hoekjes hier mooi samenbrengen. Kijk. Zo. Tweede zijde. Zo. En de laatste zijde. Ik neem de vier laatste stukjes van 7,9 op 7,9 centimeter en die ga ik aan alle zijden kleven. Zowel voor de boven- als de onderkant heb ik dezelfde kaartstok gebruikt. Ik creëer toch wat meer eenheid. Hier een stukje erop. Ook aan deze kant. We zijn bijna klaar met de basis van het doosje. En het laatste stukje kaartstok dat erop gaat. Dan heb ik nog vier stukjes designpapier gesneden. Eigenlijk vijf, maar het ene hebben we hier al opgekleefd. En die zijn 7,5 centimeter op 7,5 centimeter. En die komen op alle zijkanten. Ik heb er opnieuw voor gekozen om vier keer of vijf keer hetzelfde designpapier te nemen. Om toch een eenheid te creëren. Als je een designpapier hebt met een tekening of met een tekst, kijk dan goed dat je die niet ondersteboven kleeft. Hier zijn het kleine hertenkopjes. Het zou een beetje zonde zijn als die omgekeerd hangen. Ook aan deze kant. Nog twee zijden te gaan. En dan kunnen we de embellishments kleven. Zo, en de laatste zijde. Die is klaar en nu past die er mooi in. Voilà. De versiering ga ik straks nog even doen en dan toon ik jullie het resultaat met enkele foto's in onze Facebookgroep. Veel plezier ermee. Dag.